Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Archipel. Ik ben Chantal Suters. Ik ben 24 jaar en werk nu 5 jaar op de Landheid als contactverzorgende. Als contactverzorgende ben je eigenlijk het aanspreekpunt voor de cliënt en voor de familieleden. En regel je eigenlijk alle zaken rondom de cliënt, die regel je en zorg je dat dat wordt uitgevoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Lang geleden. Ja, hoe is het? Goed, met jou? Ja, ook goed. Fijn. Zal ik even overdragen? Ja, ik werk op een afdeling met jong dementerenden en mensen met NAH, niet aangeboren hersenletsel. Ik vind het een heel erg leuke doelgroep, heel uitdagend om er mee te werken. Na omstandigheden gaat het goed. Moet vanmiddag even de arts gebeld worden om te kijken hoe het nou gaat. Ja. Dus ik moet even bijzonderheden nog lezen en dan als je niet vertrouwt even de arts bellen. Oké, duidelijk. Okay. Hier hebben we natuurlijk wel echt specifieke doelgroepen. Doelgroepen die een speciale zorgvraag hebben. En daar proberen wij als contactverzorgende, maar ook gewoon als het hele team, om daar echt mee te bewegen en te kijken wat is mogelijk. Hè? Kijken naar de mogelijkheden van de cliënt en niet naar het onvermogen, zeg maar. En dan werk je wel heel nauw samen met de psycholoog en de arts om daar zo goed mogelijk voor de cliënt om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. En dan zijn we benieuwd op welke punten van deze vragenlijst dat hij wel scoort. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar namen van naaste familieleden, zoals bijvoorbeeld kleinkinderen, zou je die nog weten? Ja. Die ja. weet hij nog. En weet hij nog dingen van vroeger? Bijvoorbeeld de school waar je eindexamen deed. Beyond-onderzoek heeft de samenwerking met onze SOG-arts van de afdeling. En die hebben eigenlijk gevraagd of wij wilden meewerken als afdeling aan het onderzoek. Jong dementerende met probleemgedrag. En hun gaan een zorgprogramma maken over de interviews die wij met hun gegeven hebben. En gaan daarna ook kijken van, hè, is het probleemgedrag afgenomen of heeft het toegenomen of dat het effect heeft gehad. Je bent laatst nog naar het zingen geweest, naar de muziektherapie. Ja, klopt ook. Dat? Dat was ook leuk. Ja. Ja. Maar dat kun je ook heel goed, hè, Ina? Ja. Vind je het nog steeds leuk? Ja, nog steeds leuk. Ja. Wij zijn nu, sinds anderhalf jaar, zijn wij zelfsturend. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij geen teamleider meer boven ons hebben, zeg maar. Hè. Het verschil is dat we nu achter de schermen heel veel zaken moeten regelen. Ook met elkaar moeten uitzoeken, hè. Hoe gaan we het aanpakken, wie hebben we daarvoor nodig om ons doel te bereiken. Maar op de vloer, op de werkvloer, blijft de kwaliteit van zorg wel hetzelfde. Maar ik vind het wel ook heel fijn om te horen dat familie gaf aan dat ze eigenlijk niet merken dat we zelfsturend zijn. Achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel veel, maar op de vloer is het niet merkbaar voor cliënten of familie. Ik zat al heel even op familiebijeenkomsten. We hebben vorige week de uitnodiging verstuurd. Ik heb 1 afmelding gehad en 2 aanmeldingen van familie. Oké. Dus, ja. Dus op zich, er komt wel veel familie naar de bijeenkomst. Ja, dat de cliënt tevreden is met de zorg die wij bieden. Dat familie tevreden is over de zorg, de kwaliteit van zorg. En dat ik echt mijn steentje heb bijgedragen aan een fijne dag voor de cliënt. En dat ze terugkijken ook op een fijne dag, op een gezellige dag.